Ben je nou helemaal klaar met het thuiswonen? Ja, nou zeg dat wel. Word je helemaal gek van je ouders die in de weg lopen? Ja, nogal. Moet je noodgedwongen het huis uit omdat je te ver van Amsterdam af woont? Dan heb ik voor jou 5 tips hoe je het best een studentenkamer kan vinden. Tip 1. Weet wat voor studentenkamer je wilt. Wil je een eigen studiootje? Wil je een gedeelde badkamer of keuken? Maak je dat niet uit? Of wil je gewoon alleen een slaapkamer? Of wil je een gemeubileerde kamer omdat je er maar tijdelijk zit? Weet goed voor jezelf wat je wilt. Want dan kan je gericht gaan zoeken. Tip 2. Schrijf je in voor verschillende websites. Er zijn 2 websites waar ik erg tevreden over ben. De eerste website is Studentenwoningweb. Dit is speciaal voor studenten en je moet uit deze woningen als je bent gestopt met studeren. Het moment dat je 16 wordt, kan je je inschrijven voor een woning en doe dat dan ook. Want dit is wel een website. Hoe langer je ingeschreven staat, hoe sneller je een woning hebt. Als jij je nu inschrijft, betekent het waarschijnlijk dat je ongeveer over een jaartje pas een woning hebt. Dus het is heel belangrijk om je zo snel mogelijk voor deze site in te schrijven. Het kost iets van 20 euro en dan ben je 8 jaar veilig. Dan kan je 8 jaar iedere week reageren op een woning. Dus het is nog ook niet eens zo heel erg duur. Vergeet ik bijna te vertellen dat bijna op alle woningen op Studentenwoningweb, daar kan je huurtoeslag op krijgen. Dat maakt de woningen namelijk een stuk goedkoper. De tweede website is Kamernet. Op Kamernet kan je alle soorten studio's en kamers en appartementen vinden die je wilt, waar ze ook zijn. Je kan non-stop reageren op het moment dat jij een account hebt aangeschaft. En de precieze prijs zie je nu in beeld. Je hebt hier direct contact met een verhuurder. En dat heb je op Studentenwoningweb niet. Tip 3. Ben je nou echt een skere student en kan je echt geen centje missen? Kan ik best begrijpen hoor. Zijn er ook natuurlijk goedkope opties, wat geen geld voor je kost. Je kan bijvoorbeeld op Facebook een oproepje doen voor je vrienden. Want meestal zijn er altijd wel vrienden van je die ergens een kamer hebben. Verder heb je ook talloze Facebookpagina's waar ze allemaal kamers aanbieden. En daar kan je op reageren en dat kost helemaal geen cent. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de pagina liken of je toevoegen aan de groep. En vraag vooral ook rond bij vrienden of bij je ouders of bij mensen die je kent gewoon eigenlijk. Via via is best wel een goede manier om een studentenwoning te krijgen. Dus stel jouw zus of broer woont in Amsterdam, misschien kunnen ze jou wel helpen aan de woning. Want zij hebben misschien vrienden daar die iets meer weten. Dus schakel je vrienden en familie in. Vraag of zij dingen weten. Ja! Mama heeft thee voor me. Ik heb thee. Tip 4. Kijk naar anti-kraakwoningen. Ondanks dat anti-kraakwoningen vaak tijdelijk zijn, kun je het altijd proberen. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe erg je uit huis moet of hoe nodig je uit huis moet. Maar dit is altijd een goedkope optie. Anti-kraakwoningen zijn echt bijna geen geld namelijk. Het enige is dat je niet zeker weet hoe lang je daar kan wonen. En dat kan voor sommige mensen toch te veel spanning geven. Dus als je dat hebt, doe het dan niet. Maar voor de mensen die wel wat van wat spanning houden, ga ervoor. Misschien ontmoet je dan wel vrienden. En dan heb je weer tip 3 in actie en kan je weer verder rondzoeken. Tip 5. Ga samen wonen met vrienden. Er zijn talloze appartementen op verschillende websites. Je kan ook bijvoorbeeld een makelaar contacten. En die kan jou in contact brengen met een woning, een volledig appartement. Dus als je nou met bepaalde vrienden wilt gaan wonen van de opleiding of vanuit je huidige woonplaats, zoek en vind. Het kan namelijk zoveel goedkoper worden als je gewoon met 4 man een appartement huurt. En dan kan je ook nog op best wel goede plekken wonen in Amsterdam. En nu vraag je misschien af, maar Joey, je geeft allemaal tips, maar je hebt zelf geen studentenkamer. Het komt door mezelf. Mijn eisen zijn te hoog. Ik wil namelijk gelijk een studiootje voor mezelf. En ik heb me te laat ingeschreven bij Studentenwoningweb, dus het duurt gewoon even. Maar goed, ik hoop dat jullie wel iets met mijn tips kunnen. Vond je dit nou een leuke video, doe een duimpje omhoog. En kijk vooral even deze 2 video's. En klik hier om te abonneren. En als je nou de gouden tip hebt hoe je nou aan een studentenkamer komt, laat hem lekker hieronder achter. En dan wens ik je heel veel succes en een fijne weekend. Fijn weekend. Doei! Vinden jullie dat mijn eyeliner ook echt die fucking goed zit vandaag? Holy shit, hé. Ik ben echt blij mee.